Kortom, een internationaal gezelschap. Ik ga ze natuurlijk weer voorstellen. We beginnen met de man van het Verlu-team, Tom Mandenmakers. Pour la Belgique voor België, Laurens Stevens. Voor de Willys uit Baarn, waar nu een prachtige nieuwe baan is aangelegd, Imro Kokkie Kokelaar. Dan de national champ van België, Wouter Segers. Uit de KNWU talentenselectie, Nick Kieman. Uit diezelfde talentenselectie, Bram van der Wiering. We blijven bij de talentenselectie, Marin van der Heijden. En last but not least, Rob van der Wildenberg doet weer goede zaken vandaag met zijn talententeam, Niels Bendendensink. Succes. Zijn we er weg al met de categorie Junior Man en Leo is er goed vertrokken. Het is oranje tegen België, zo lijkt het wel. En hier komen de oranje boys nog heel goed uit de verre voor. Niels Bendendensink is goed onderweg. En zijn we hier laten zien. Het is de man met plaat nummer 5 inderdaad, deed nummer 3 zelfs de eerste weg. En dat is Nick Kieman. Hij is goed vertrokken, dus met Benzik zit er ook goed bij. En daar volgen de twee Belgen dan. Het zijn Wouter Segers en Laurens Stevens. Maar Kieman is de man die aan de leiding gaat. Gevolgd door Ben Benzink. En op de derde plaats is het de man met nummer 65, Laurens Stevens. Hij is hier van zijn land gedankt voor. Hij is de nationaal kampioen van België, Wouter Segers. En die gewacht de vlug af in deze wedstrijd. Hier is het weer, dan komt Benzik aan. Benzik pakt aan de leiding over Kieman. Weer een verrassend slot in deze finale.